Beste studenten. In deel 1 was het de bedoeling om jullie bewust te maken van de enorme hoeveelheden energie, elektriciteit, die we in de toekomst zullen nodig hebben om alles te elektrificeren. En dan denk ik aan transport, onze industrie en het verwarmen van onze gebouwen. En in deel 2 bespraken we de vier fundamentele krachten die we in ons universum, voorhanden hebben om ons te voorzien van oneindig veel energie. En dan denk ik aan de zwaartekracht, de elektromagnetische kracht, de zwakke kernkracht en de sterke kernkracht. In deel 3 bespreken we de thoriumreactor. Maar vooraleer de thoriumreactor te bespreken, zou ik toch graag nog een keer uitleggen hoe een gewone elektriciteitscentrale werkt. En vervolgens hoe onze oude kerncentrales van generatie 2 werken. Om, dat, om al zo de vergelijking te kunnen maken tussen de generatie 4 kerncentrales op Thorium met onze oude kerncentrales, generatie 2. En we starten met de uitleg van een gewone elektriciteitscentrale. Eerst kijken hoe we uit steenkool energie kunnen halen om elektrische energie op te wekken. Deze heel toepasselijk genoemde kolencentrale wordt per schip bevoorraad. De steenkool wordt via deze grote transportband naar de energiecentrale getransporteerd. Eenmaal binnen in de fabriek wordt de steenkool verwerkt. Laten we eens kijken hoe dat precies gebeurt. De steenkool wordt eerst vermalen tot gruis en komt vervolgens terecht in een grote verbrandingsoven. Wanneer de steenkool wordt verbrand, ontstaan daarbij veel schadelijke uitlaatgassen. Niet erg goed voor het milieu dus. De warmte die hierdoor in de verbrandingsoven ontstaat verwarmt water dat door de oven heen stroomt via een buizenstelsel. Dat water verandert zo in stoom en kan de oven onder hoge druk weer verlaten. Die stoom wordt vervolgens naar een turbine geleid. Deze bestaat uit een reeks schoepenraderen. De stoom die onder hoge druk de turbine binnenkomt zorgt ervoor dat die raderen gaan draaien. In de warmtewisselaar wordt de stoom weer afgekoeld tot water om weer de oven in gepompt te worden. En dat gebeurt weer met behulp van koelwater uit de koeltoren of een nabijgelegen rivier. De draaiende turbine drijft nu de generator aan, een hele grote versie van je fietsdynamo. En die genereert vervolgens de elektrische stroom die via hoogspanningsleidingen door het hele land vervoerd worden. En toch zijn er nog heel wat mensen die denken dat de rookpluim die uit een koeltoren komt, schadelijk is. Wel, nu, die rookpluim bestaat gewoon uit waterdamp. Geen CO2 of fossiele brandstofresten. Nee, waterdamp. Nu, de stoom die uit de turbine komt, die is geëxpandeerd. Heet en wanordelijk. Dus moeilijk of niet te verpompen. Daarom gaan we die stoom eerst moeten afkoelen, zodanig dat hij terug water wordt. En dan pas. Kan die voedingspomp het water terug aanbieden aan de ketel om al zo verse gecomprimeerde hete stoom te verkrijgen? Zo'n gesloten circuit of thermodynamische cyclus, dat wordt ook Rankine-cyclus genoemd. Nu, het afkoelen van die stoom dat gebeurt dus in de condenser. Je ziet dat op de slide. Eigenlijk is dat een warmtewisselaar. Het koude rivierwater. Dat loopt door een buizenwikkeling, een serpentin soms genoemd, in de condenser. En ontneemt de warmte uit de stoom die rond die wikkeling stroomt. En hierdoor condenseert de stoom en warmt het rivierwater op. En om het rivierwater niet te veel op te warmen, maakt men gebruik van een koeltoren. Dus het water dat de condenser verlaat, wordt halverwege de koeltoren zoveel mogelijk verspreid. En valt sterk afgekoeld in de rivier. De afkoeling gebeurt door de tocht in de schouw. Dus zo'n koeltoren wordt zowel gebruikt bij kerncentrales als kolencentrales, gascentrales, noem maar op. Voilà, tot zover de fossiele brandstofcentrales, met hun slecht rendement. Ja, het is een Rankine-cyclus, stoom-water-cyclus. En daarmee bereiken we een rendement van zo'n ruime 30%. Dus wat wil dat zeggen? 100% energie inbrengen, dat kost geld. En we krijgen maar 30% terug. 30% elektrische energie gaan we ermee maken. En die 70% dat is warmte, waar we niets mee doen. Jawel, rivieren opwarmen en onze lucht opwarmen. En ik wil er direct aan toevoegen, met onze transportsector. Hey, auto's, vrachtwagens, noem maar op. Die motoren die daarin zitten, die halen ook maar een rendement van 30%. Dat wil ook zeggen 70% warmte die we gewoon wegsmijten. Met onze Belgische kerncentrales is het qua rendement niet veel beter hoor. We maken daar ook gebruik van die Rankine-cyclus, dus met water en stoom. Maar goed. Hier bij een kerncentrale gaan we als verwarmingsbron niet langer gebruik maken van fossiele brandstof, maar we gaan voornamelijk gebruik maken van de sterke kernkracht en ook een beetje, al is het minder, van de zwakke kernkracht om het water op te warmen tot stoom. In onze Belgische kerncentrales wordt die stoom niet gemaakt in het primaire circuit, maar we maken gebruik van een secundair circuit. Via een reusachtige warmtewisselaar. Je kunt dat zien op de slide. En dit doen we gewoon om veiligheidsredenen. Wat wil dat zeggen? Wel, dat secundair circuit is volledig afgeschermd van al wat nucleair is. Het primaire circuit is ook gevuld met water, gewoon water, zuiver water. We weten allemaal dat het koopwind van water 100 graden Celsius is bij één atmosfeer. Maar goed, maar met stoom. Van 100 graden Celsius, daar kan je niet veel mee aanvangen, wegens de energiearm. Dus, via een drukregelaar, en dat kan je zien op de slide, drijven we de druk op, zodat het water niet in stoom overgaat. Ja, we drijven de druk in het primaire circuit op tot 150 bar, zodat het water een temperatuur van ongeveer 340 graden bereikt, zonder te koken. En via de warmtewisselaar kunnen we nu volop stoom, hete stoom maken in het secundaire circuit. Stoom die de turbine aandrijft. Maar dit wil wel zeggen dat het reactorvat en het volledige primaire circuit, dus buizen, kleppen en de pompen, zeer sterk zullen moeten zijn. En zo meen ik te weten dat de wand van zo'n reactorvat, dus naastjes, zo'n reactorvat, wordt in één stuk gegoten en de wand, die is ongeveer 20 centimeter dik. Een eerste nadeel van dit type reactor, PWR-reactor of hoge druk waterreactor genoemd, is dat, dat er bij een lek in het primaire circuit direct een stoomexplosie ontstaat. Het volume van stoom, dat kan al snel met een factor duizend toenemen. Vandaar het grote stevige reactorgebouw rond het reactorvat. De splijtstof veelal brandstof genoemd, bij onze kerncentrales, dat bestaat uit vaste uranium pellets. pellets die slechts 4% splijtbaar uranium-235 bevatten, en de rest is het weinig of niet splijtbare uranium-238. Je kan die splijtstof, fuel elements op de slide daar zien, in het geel-rood gekleurd. En we weten ondertussen, als we via een neutron een uranium-235 kan splijten, er ook twee à drie snelle neutronen vrijkomen. Die vrijgekomen neutronen zorgen voor een kettingreactie. En we gaan de reactor regelen via controlestaven. Control rods, je kan dat zien op de figuur bovenaan, die zwarte staven. Nu, controlestaven, die bestaan uit een materiaal dat gemakkelijk neutronen opneemt, zonder te splijten natuurlijk. En als we die controlestaven volledig laten zakken in de reactor, dan gaan de meeste neutronen verloren en valt de reactor stil. Maar let wel op: na enige tijd bezitten de pallets, dus de brandstof, veel splijtingselementen. Dus veel instabiele of radioactieve splijtingselementen. En die wensen te vervallen via de zwakke kernkracht naar een lager energieniveau. En dit procedé. Alfa-straling, dat produceert ook warmte, die nog lang na het stilleggen van de reactor moet afgevoerd worden. En een tweede nadeel van dit type reactors is het ontginnen en prepareren van de brandstof. We hebben uranium-235 nodig. Maar in de natuur komt uranium-235 slechts voor 0,7% voor. Al de rest is praktisch uh, uranium-238. En via een zeer ingewikkeld proces moet men dat uranium verrijken. Dat wil zeggen dat men uiteindelijk uraniumpellets bekomt. Je kan dat daar zien op de slide, cijfertje 1. Pellets die bestaan uit een 4% uranium-235 en al de rest is uranium-238. Zo goed als niets, splijtbaar. Vervolgens worden die pellets in een zirconiumbuisje gesorteerd. En het zirconiumbuisje wordt nadien hermetisch gesloten. En gegroepeerd tot een fuel assembly. Dus het koelwater van het primaire circuit kan mooi rond die buisjes vloeien zonder in contact te komen met de radioactieve splijtstof die in die buisjes zit. Dus het koelwater neemt al zo continu de warmte weg van die brandstofstaafjes en verplaatst die naar een reusachtige warmtewisselaar. Een derde nadeel van dit type reactor is het vroegtijdig verplicht verwijderen. Van alle brandstof. Ja, er is na vier jaar moeten we alle brandstofstaven vervangen door nieuwe en ligt de kernreactor stil. En dit omdat de pellets zwellen en barsten en dreigen de kledding, dus uh, die zirconiumbuisjes, te beschadigen. Maar ook is de druk in die buisjes sterk toegenomen omdat veel van die splijtingselementen hassen zijn. En daar komt nog bij dat veel van die splijtstoffen ook graag neutronen opnemen. Nu, die neutronen zijn dan wel verloren en kunnen niet meer dienen om uraniumkernen te splijten. En aangezien er na iedere kernspleiting 2 à 3 neutronen vrijkomen, hebben we slechts één neutron nodig om de kernspleiting verder te zetten, dus er mag wel eens een neutron verloren gaan. Maar na een bepaalde tijd nemen de splijtingselementen zoveel neutronen op dat de kernreactor dreigt stil te vallen. Inderdaad, dit zijn de redenen waarom we bij dit type reactor de brandstofstaven vroegtijdig, ja, reeds na vier jaar moeten vervangen door nieuwe. Die verwijderde brandstofstaven, dat noemt men nucleair afval, dat voor tienduizenden jaren moet bewaard worden. Wel, nu, dit zogezegd nucleair afval, dat bestaat nog voor 96% splijtbaar materiaal. Met andere woorden. Pure brandstof, die we kunnen gebruiken in veel van de Generatie 4-type kernreactoren die in opbouw zijn. Of in de Russische Generatie 4-reactoren, natriumgekoelde snelle kweekreactoren, die reeds jaren hun werk doen. Ook de in opbouw zijnde Belgische Mira-reactor en bepaalde types gesmolten zoutreactoren, die we straks gaan bespreken. Zullen nucleair afval gebruiken als brandstof. En hierdoor daalt het volume kernafval met een factor 100 en daalt de bewaardheid met een factor 1000. En als besluit kan worden gesteld dat onze oude commerciële PWR-reactors ons op een veilige manier reeds meer dan 40 jaar. Van enorme hoeveelheden elektriciteit hebben voorzien zonder CO2-uitstoot. Toch hebben deze reactors tal van nadelen. Ze zijn omslachtig en duur om brandstof op te wekken. Verplichte nakoeling bij stilleggen, brandstofstaven moeten na vier jaar vervangen worden, een ingewikkeld recyclageproces, reactorvat dat onder druk staat, stoomexplosie bij een lek. En tot 300.000 jaar bewaardheid van het hoog radioactief afval. En werken met water. En toch zijn er ook voordelen. Slechts 3 gram uranium ten opzichte van 10.000 kg kool. Leveren van oneindig veel energie. En het afval dat verdwijnt met de tijd. Het zijn de veiligste elektriciteitscentrales op aarde. En de opslagplaats van het afval is bekend. En er is geen CO2-uitstoot. Dus de meeste van de bestaande reactoren, die werken met vaste uraniumpellets. Ze zijn ongelooflijk stabiel en sterk. Maar, gedurende hun verblijvende reactor, produceren zij ongeveer 60% van hun volume in gas, dat in die pellet geborgen blijft. Dus, bepaalde gevaarlijke isotopen van cesium en jodium, die zitten veilig opgeborgen in die pellets en in die zirconiumbuisjes. Tot het fout gaat, denk maar aan een meltdown die zich voordoet wanneer brandstofpellets en hun zirconiumbeschermbuisjes smelten, wegens een gebrek of het totale wegvallen van het, uh, het koelwater. Om dit in de toekomst te vermijden, zijn er veel extra maatregelen getroffen. En dat zijn allemaal maatregelen die verband houden met de brandstof en de koelvloeistof. En die de prijs van de centrale zo vanaf 1983 omhoog joegen, zie op de slide. Maar als we nu die vaste brandstofpellets en het water als koelmiddel en die primaire circuit onder hoge druk, als we dat nu een keer elimineren, dan verdwijnen die extra kosten toch? Nee, u begrijpt wel, die extra kosten van de extra insluitingsgebouwen in gewaden beton of in staal, extra passieve koelsystemen, extra controlesystemen, controlesystemen op controlesystemen enzovoort. Maar dat is niet alles. Die supersterke pallets en die brandstofelementen, dat vraagt veel tijd en werk om gefabriceerd te worden. En uh, die productie, waarbij die uh, uraniumpellets gemaakt worden, dus het uranium -erts. dat kan je bezwaarlijk milieuvriendelijk noemen. Nu, de meeste mensen denken dat in de toekomst kernenergie de meest gebruikte energie op aarde zal worden. Fout! Dit zal niet gebeuren, wegens te duur. Het is wel veel goedkoper dan windenergie, maar niet concurrentieel met kolencentrales. Hoe kunnen we nu die kosten naar beneden krijgen? Nu, ofwel bouwen we een goedkope reactor, ofwel bouwen we een veilige reactor. Beiden doen is natuurlijk de uitdaging. De volgende vraag is aan de orde: Wat was de aanleiding van praktisch alle vorige rampen? Waarom springen onze bestaande kerncentrales niet duurzaam om met de brandstof? Waarom spreken we van nucleair afval als het slechts 4% gespleten is en nog voor 96% pure brandstof is? Waarom moet er fors geïnvesteerd worden in extra insluitingsgebouwen, extra passieve veiligheidssystemen, extra veiligheden op veiligheden enzovoort? Waarom is het rendement slechts ongeveer 30%? Waarom gebeurt er niets met de restwarmte, de overige 70%? Alles. Maar dan ook alles. heeft gewoonweg te maken met de brandstof. en het water. Water als koelvloeistof en als moderator. Nu, moderator, dat is iets voor later. Ja, het mooie van thorium is natuurlijk dat. Uh, het lijkt of je iets voor niets krijgt. Hè? Met een ja. heel klein beetje thorium kun je geweldige hoeveelheden energie opwekken. Als je een kilogram zand hebt met daar een paar gram thorium in. dan praat je al snel over 10.000 liters benzine aan energieinhoud. Thorium is een metaal dat in zand, steen en erts overal ter wereld voorkomt. Het kan eigenlijk nergens echt voor gebruikt worden en is nu een afvalproduct van mijnbouw naar andere metalen. We halen elk jaar. Een hoeveelheid thorium boven de grond waarmee we elk jaar 40 jaar lang alle elektriciteit wereldwijd zouden kunnen produceren. Dus we halen een enorme voorraad energie uit de grond en we doen er niks mee. Want de energie die in thorium zit kan je er alleen uithalen met behulp van kernsplitsing. Thorium lijkt op uranium en heeft ideale eigenschappen als grondstof voor een kernreactie. Het thorium zelf is niet splijtbaar, maar het is een grondstof om de splijtstof in een kerncentrale aan te maken. De belofte van thorium is dus gekoppeld aan het natuurkundige principe dat door het atoom te splitsen met een soort miniatuur een oneindige bron van energie kan worden aangeboord. Het principe waarop ook de atoomom is gebaseerd en dat ook enorme risico's kent. Risico's die nog eens nadrukkelijk zichtbaar werden met de explosie van een reactor in Fukushima. En juist dat soort ongelukken kun je volgens kernfysicus Jan Leen Kloosterman voorkomen. Door in te zetten op een andere vorm van kernenergie. Nee, een Fukushima dat zou uh, heel anders verlopen hebben met een gesmolten zuidractor, omdat er gewoon geen reactiviteit kan vrijkomen. De reactor zelf is inherent veilig, dus een kernongeval zou niet plaatsgevonden hebben. Want thorium betekent niet alleen een andere brandstof, maar ook een ander type motor. Die is al in de jaren 60 ontworpen door Alvin Weinberg, destijds de leidende kernfysicus van Amerika. Hij was de ontwerper van de lichtwaterreactor, de meest gebruikte kernreactor ter wereld. Maar hij ontwierp ook een andere reactor, de gesmolten zoutreactor. In plaats van een vaste splijtstof uranium onder hoge druk, is dit een lage drukreactor met een vloeibare splijtstof gewonnen uit thorium in gesmolten zout. En die blijkt veel efficiënter. In een thoriumcentrale, in een gesmolten zoutreactor, blijf je alle langlevende componenten recycleren in het zout totdat het helemaal verspleten is. De voordelen daarvan zijn enorm. De centrale produceert veel meer energie dan uranium, veel minder afval en minder gevaarlijk afval, waar je geen kernwapens mee kan maken. En bovendien is er een automatische veiligheidsklep. In het Engels een freeze plug, een smeltplug. Dat is een prop uh, zout die van buitenaf wordt gekoeld. Zodra de elektriciteit van buitenaf wegvalt, zal die prop smelten en zal het zout wegstromen in die opslagvaten onder in het uh, ractorgebouw. En op die manier kun je dus ernstige ongevallen altijd voorkomen. Kijk, het is niet alleen maar een uh, gedachte in het hoofd van een paar uh, mensen die menen het goed te weten. Uh, in uh, de jaren 70 van de vorige eeuw is er een proefreactor opgezet die in elk geval getoond heeft dat dat hele concept van uh, het gebruik van gesmolten zouten, dat dat dus uh, in principe heel goed werkt. Hè? Die reactor die heeft een aantal jaren gedraaid. De reactor werkte zelfs zo goed dat Weinberg steeds meer kritiek kreeg op het gebruik van de lichtwaterreactoren die op dat moment juist op grote schaal gebouwd werden. Het werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd ontslagen en onder president Nixon kwam er een einde aan het experiment. Het project maar ik denk nog mensen naar deze manier hij heeft zijn hele leven lang spijt gehad van het feit dat die tweede onderzoekslijn is stopgezet. En ja. uh, dat we door zijn gegaan met de eerste. En nu, 40 jaar later, heeft een klein legertje fysici thorium weer helemaal herontdekt. Ze zijn er heilig van overtuigd dat we met uranium in de jaren 70 op het verkeerde paard hebben gegokt. En de Delftse hoogleraar Kloosterman is het daar helemaal mee eens. Ja, zo zie ik het wel eens dat, uh, dat we in de jaren 70 eigenlijk een verkeerde afslag genomen hebben. En dat... Uh, ...toen volop hadden moeten inzetten op het gebruik van thorium in gesmolten zuidreactoren. Want het had nu echt een, een heel andere vorm van kernenergie opgeleverd... ...die schoner is, veiliger en volkomen CO2-vrij. Deze vorm van kernenergie verdient dan ook een nieuwe kans, vindt oud-senator en chemicus Kees de Lange. Absoluut, het zou voor de hele energievoorziening op wereldschaal een geweldige uitkomst zijn... Kijk, sowieso, hè. hoe je ook over fossiele brandstoffen denkt. Hè. Daar kun je hele bomen over opzetten. Eén ding is duidelijk: het houdt een keer op met de fossiele brandstoffen. China en India zetten daarom ook vol in op deze methode. In Europa ligt dat gevoeliger. En dat is jammer, want Europa en met name Nederland heeft goede kaarten. De Chinezen zetten wel groot in op uh, thorium ingesmolde zuidreactoren. Maar de wetenschap en technologie is nog steeds verder ontwikkeld hier in Europa. Dus zij kunnen nog steeds de leidende rol verder uitbouwen. En uh, als eerste wereldwijd deze technologie realiseren en een reactor bouwen. Dus op zich heeft Nederland een hele goede uitgangspositie. Maar in Nederland zijn de publieke opinie en ook de politiek daar nog niet klaar voor. Zo ondervond de Lange als senator in Den Haag. Het hele woord kern is beladen, omdat we in Nederland natuurlijk de discussie over kernwapens en de plaatsing van kernraketten in Nederland gehad hebben. En dat is een heel emotioneel debat geweest. En uh, nu is het woord kern voor de burger een schrikbeeld. De politiek en ook milieuorganisaties houden vast aan duurzame energie met alleen wind en zon. Maar voorstanders van Thorium vinden dat we juist met het oog op klimaat en CO2 deze enorme belofte niet nog een keer kunnen laten lopen. Ik zou absoluut geld inzetten op Thorium. Ja, ik zie de, voor de toekomst echt een uh, grote belofte. En ik denk dat er uh, zoveel elektriciteit nodig is in de enkele decennia, dat ook voor deze vorm van elektriciteitsproductie een grote toekomst is weggelegd. Dus Thorium zelf is geen brandstof, maar het kan wel omgezet worden in splijtstof, brandstof. En laat ons dit mooi volgen op de slides. Dus we beschieten een thoriumkern met een neutron. Indien die thorium-232-kern het neutron opneemt, dan verandert deze in een zeer instabiele radioactieve thorium-233-kern. En via beta-verval zal er hierdoor één neutron omgezet worden in een proton zodat we niet meer spreken over thorium-233, maar wel over protactinium-233. Protactinium-233 is zeer radioactief en zal na 27 dagen, let wel op dat is de halveringstijd, hé, vervallen naar uranium-233, ook via beta-verval. En deze uranium-233-kern is weinig radioactief. Dus weinig instabiel en geeft al dus een grote halveringstijd, zoiets van 160.000 jaar. Wat nu wel van belang is, is dat die uranium 233 zeer goede splijtstof is, beter zelfs dan de uranium 235. Je weet wel van de watergekoelde PWR-reactor. Nu, het is nu de bedoeling dat we die uranium 233-atoomkern ook beschieten met de neutron. Uranium-233 zal bij het opnemen van dat neutron eventjes het zeer instabiele uranium-234 vormen, om dan in 95% van de gevallen te splijten in twee grote brokken, plus twee à drie aparte neutronen en veel energie. 200 mega-elektrovolt warmte per kernspleiting. Jullie moeten zich ook bewust zijn. Dat er bij kernsplijting dat er daar geen kerndeeltjes verloren gaan. Wat wil dat zeggen? Xenon 137 plus strontium 94 plus die drie vrijgekomen neutronen, dat komt uit op 234 kerndeeltjes. Op deze slide worden de splijtstofelementen voorgesteld. Er is weinig verschil te maken tussen het splijten van uranium-233 of 235 of plutonium-239. Deze drie atoomkernen zijn prima brandstof, alhoewel we de voorkeur geven aan uranium-233. En zo zien we op de slide dat uranium-233 bij het opnemen van een neutron in 91% van de gevallen splijt. Slechts 9% wordt uranium-234. Wat na het opnemen van een extra neutron ook uranium-235 wordt. Een kern die ook goed, laten we zeggen, voor 85% van de gevallen zal splijten bij het opnemen van een extra, nog een extra neutron. En we zien dat er maar weinig kernen overblijven om te evolueren naar transuranen. Na een lange inleiding bespreken we nu de Lifter of de Liquid Fuel Thorium Reactor. De gesmolten brandstofreactor, ook gesmolten zoutreactor genoemd. En zo zien we op de slide een groen vat en een blauw vat. Het blauwe vat zit volledig rond het groene vat. Beide vaten zijn gescheiden door een stalen wand, maar zijn beide gevuld met een vloeibaar zout. Het groene reactorvat moet bij het starten van de reactor gevuld zijn met een hoog brandstofgehalte uranium 233. Het is de bedoeling dat de uranium 233 mooi gebonden is met dat zout. Het geheel van die stof dat wordt het brandstofzout van de reactor genoemd. En het blauwe mantelvat dat is gevuld met thorium. Nu, ook die thorium is zeer goed gebonden met het zout. En het wordt ook kweekzout of mantelzout genoemd in het vakjargon. In het reactorvat, dus dat groene, komen de kernspleitingen in het brandstofzout spontaan of gedwongen op gang. Dus, er ontstaan brokstukken, splijtingselementen en neutronen. Maar vooral veel warmte. Nu, die warmte, die wordt via de primaire pomp, je ziet dat daar in het groen, van het reactorvat naar de primaire warmtewisselaar verplaatst. De primaire warmtewisselaar is een zout-zout-warmtewisselaar. Dit wil zeggen dat de warmte die toekomt via het hete reactorzout, dat natuurlijk gemengd is met carnavalspleitingsproducten en uranium-233, pure brandstof, en die tweede lus van de warmtewisselaar bestaat uit identiek zout, maar dan zonder uranium-233 en zonder nucleaire splijtstof, dus niet radioactief zout. En zo zien we dat de secundaire warmtewisselaar volledig buiten het reactorgebouw staat en eigenlijk niets te maken heeft met al wat radioactief is. Dus het zout dat de warmte aanbrengt, is niet radioactief. En de secundaire warmtewisselaar die zorgt ervoor dat de warmte overgedragen wordt van het niet-radioactieve zoutmengsel naar een sterk gecomprimeerd gas. Hier wordt een gas, helium of CO2, opgewarmd om een hasturbine aan te drijven. Net zoals bij een vliegtuigmotor, met dat verschil dat bij een vliegtuigmotor die hete gassen eigenlijk verbrandingsgassen zijn. Hier zijn dat geen verbrandingsgassen, want het gas dat hier in het circuit zit is CO2 of helium. En dat is niet brandbaar. En tenslotte drijft de gasturbine een generator aan die elektriciteit opwekt, maar ook een compressor die het uitgeputte gas, dus het warme gas, opnieuw samenperst. Maar als we het gete gas dat de turbine verlaat eerst goed afkoelen, waardoor het vanzelf comprimeert, vooraleer naar de compressor te sturen, dan zal die compressor veel minder werk hebben om het gas samen te drukken. We kunnen deze warmte zeer goed gebruiken door bijvoorbeeld een warmtenet te sturen om gebouwen te verwarmen, proceswarmte te leveren aan een ontziltingsinstallatie, proceswarmte om waterstof te maken met een veel hoger rendement, of zelfs om stroom te maken die via een Rankine-cyclus een turbine aandrijft, die ook een generator aandrijft om al zo elektriciteit te maken, noem maar op. Onze bestaande elektriciteitscentrales, nucleair of op eh, fossiele brandstof, die maken gebruik van stoom op hoge druk. Een stoomturbine, een condenser, koeltorens en een pomp. En we noemden deze thermodynamische cyclus een Rankine-cyclus. Wel nu, het is de bedoeling dat deze thoriumcentrale werkt met een Brighton-cyclus. En die bestaat uit een opgewarmd gas, CO2 of eh, helium, een gasturbine, dus geen koeltoren, maar wel een nuttige warmtewisselaar. Je kan dat daar zien, eh, onderaan rechts in het blauw. En een compressor in plaats van een pomp. Hoe wordt deze reactor nu geregeld? Nog in het reactorvat, nog in het mantelvat, is regelapparatuur aanwezig. Wel, het brandstofzout, dat zal bij het opwarmen uitzetten, expanderen waardoor er minder splijtbare uraniumkernen in de reactor komen te zitten. Hierdoor zijn er minder kernsplijtingen, minder neutronen en valt de kernreactie stil. Maar naarmate het brandstofzout afkoelt, komen de kernen opnieuw dichter tegen elkaar, waardoor de neutronen vaker met de kernen botsen en de kernsplijtingen terug op gang komen. Of anders uitgedrukt, Wanneer de reactor heter wordt, dan gaat zijn vermogen om warmte te genereren omlaag. En omgekeerd, wanneer de reactor koeler wordt, gaat zijn vermogen om warmte op te wekken omhoog. Deze twee effecten zorgen ervoor dat de reactor zichzelf stabiliseert en zich steeds afstemt op de vraag naar elektriciteit van het net. Dus deze reactor die regelt zichzelf. Zonder regelapparatuur. Nu, het brandstofzout in de reactor, dat kan tussen ruime marges opgewarmd worden en afgekoeld worden. Zoiets tussen de 500 graden Celsius uh, tot zelfs 1400 graden Celsius. Zonder te koken of te stollen. Dus een meltdown, een stoomexplosie, een waterstofexplosie enzovoort, zoals in Fukushima of in Three Miles Island, is hier uitgesloten. Want de kern is reeds gesmolten. En er is geen water in het circuit. Nog waterstof kan gevormd worden. En het reactorvat, nog het primaire circuit staan onder druk. Zodat een lek uiterst uitzonderlijk zal voorkomen. En als het toch gebeurt, komt het sterke radioactieve zoutmengsel niet in de lucht. Denk maar niet aan een stoomexplosie of een waterstofexplosie. Dat is hier niet mogelijk. Maar het zal gewoon ter plaatse stollen zodat het veilig kan verwijderd worden. Dit type reactor zal eerder stilvallen dan ongecontroleerd op hol te slaan. Doordat we zeer zuinig moeten omspringen met onze neutronenhuishouding. Bij iedere splijting komen er slechts 2, maximum 3 neutronen vrij. En er zijn twee neutronen nodig om de reactor gaande te houden. Dus we hebben al één neutron nodig om van een thoriumatoom een nuttig uraniumatoom te maken: een atoom dat kan gespleten worden. En we hebben dan een tweede neutron nodig om dat uraniumatoom te splijten. Nu, we zullen vlug merken dat er ook neutronen verloren gaan. Stel dat de reactor mooi op gang komt. Dan worden er in het groene vat volop uranium-233 kernen gespleten. En komen er, na iedere splijting, 2 à 3 neutronen vrij. Slechts één neutron is voldoende om de reactie verder te zetten. Het is de bedoeling dat de rest van de neutronen door de stalen wand vliegt om in het blauwe vat de thorium-atomen te raken. De thoriumatomen in het blauwe mantelvat worden al dus voortdurend beschoten door neutronen die uit het reactorvat komen. Nu thoriumatomen nemen die neutronen op en vervallen in onstabiele radioactieve protactiniumatomen. Dus naarmate de reactor werkt, krijgen we te maken met vervuiling van zowel het brandstofzout in het groen als het kweekzout in het blauw. Laat ons beginnen met het groene reactorvat. Wel, in de reactor stapelen zich na een tijdje de splijtingselementen op, want meer en meer uranium 233 kernen worden gespleten. Nu Bepaalde splijtingselementen zijn ook geneigd neutronen op te nemen zonder te splijten. En dit moeten we zoveel mogelijk vermijden, anders valt de kernreactor stil. En ten tweede het blauwe vat, het kweekzout. Nu, in het kweekzout worden steeds meer protactiniumkernen gevormd. En het duurt 27 dagen het is wel de halveringstijd, vooraleer dit protactinium zich omzet tot uranium-233-brandstof. Maar, protactinium-233-atomen nemen graag neutronen op. Opnieuw, gaan je door neutronen verloren. Neutronen die niet bijdragen aan het opgang houden van de reactor. Op de bovenstaande slide zien we duidelijk aan de oppervlakte van de rode bol dat protactinium 233 gemakkelijker neutronen opneemt dan thorium 232. En aan de blauwe oppervlakte is te zien dat nog thorium, nog protactinium splijten na opname van zo'n neutron. Enkel uranium 233, uranium 235. En plutonium 239 splijten na het opnemen van een neutron. Beide vaten, zowel het groene vat als het blauwe vat, zullen continu moeten gezuiverd worden. Zo zullen we uit het groene vat continu hoeveelheden zoutmengsel, dat bestaat ook uit uranium en splijtingsproducten, moeten wegpompen naar de chemische verwerkingsinstallatie en die zal ervoor zorgen dat de splijtingsproducten eruit gefilterd worden en gerangschikt volgens afval, bruikbare medische producten of nuttige producten voor de ruimtevaart. En nadien het brandstofzout, dat is ontdaan van zijn splijtingsproducten, wordt vervolgens terug in het groene reactorvat gepompt om verder gespleten te worden. Idem voor het blauwe vat, dat het mantelzout bevat, gaan we stelselmatig een hoeveelheid wegpompen, dat zout bevat voornamelijk uranium, thorium en protactinium, en we gaan dat wegpompen ook naar een chemische verwerkingsinstallatie, waar het protactinium-233 eruit gezuiverd wordt en voor ruime maand in een wachtkamer buiten de reactor gezet wordt totdat het vervallen is naar uranium-233. Ten slotte wordt dat gekweekte uranium-233 stelselmatig afgezonderd en naar het reactorvat, het groene, gepompt, waar het kan worden gespleten. Ook het thorium wordt afgezonderd en stelselmatig terug naar het mantelzout gepompt, het blauwe, waar het kan worden omgevormd tot protactinium. Alleen dus stelselmatig zowel het kern- als het mantelzoutmengsel te filteren, kan deze reactor aan de gang blijven en ons veel energie leveren? Nu, bij dit type thoriumreactor moeten we geen splijtstof maken of verrijken. Dat is al een groot voordeel, maar we moeten wel continu chemisch het, zowel het brandstofzout als het mantelzout. Zuiveren en ontdoen van splijtingsproducten. En dat wil ook zeggen dat op het einde van de exploitatie van zo'n kerncentrale we met een beperkte hoeveelheid kernafval zitten. Een beperkte hoeveelheid zout dat we ofwel recycleren ofwel gebruiken in een volgende nieuwe thoriumcentrale. Dus de strategie van de dit soort centrales. Dat zorgt ervoor dat de productie van langlevend radioactief afval bijna geëlimineerd wordt. Dus de gunstige eigenschappen van de gesmolten zoutreactor die bieden ons ook al veel meer voordelen op gebied van veiligheid dan de bestaande reactortechnologieën, die ook al veilig zijn. En zo denk ik maar aan bijvoorbeeld het vloeibare zout in de kern. Dat staat niet onder druk. Waardoor de kans op een explosie van de kern volledig geëlimineerd wordt. Ook de reactiviteit in de kern is zelfregelend door de dichtheid van het zout. Dus elke verhoging van bedrijfstemperatuur verlaagt de dichtheid van het zout, waardoor de reactiviteit afneemt en de temperatuur daalt. De gesmolten zoutreactor is ook ontworpen met een eenvoudige plug van gestold zout, een freeze valve genoemd, en die bevindt zich in de bodem van het reactorvat. Bij een totale elektriciteitsuitval, een tsunami, een aardbeving, een oververgitting, of als alle operatoren gaan lopen, wel, dan smelt de gestolde zoutplug, en loopt het brandstofzout door de zwaartekracht in een opslagtank, een drain tank, waardoor het splijtingsproces direct wordt beëindigd. Zo mogen we besluiten door te zeggen dat de Molten-Salt-reactor ingerend veilig is, intrinsiek stabiel en is zelfregelend. Hierdoor kunnen ongevallen, die zich in het verleden in kerncentrales hebben voorgedaan, zich onmogelijk herhalen. Nu een kerncentraal ontwerpen, die goedkoper is dan windenergie, dat is niet moeilijk. Maar een kerncentrale ontwerpen, die goedkoper is dan een kolencentrale, dat is wat anders. En toch vind ik het de plicht van de rijke landen om de groei en de ontwikkelingslanden een alternatief te geven dat goedkoper en veiliger is dan kolencentrales. Zodat ook zij kunnen groeien in welvaart zonder in te boeten aan luchtkwaliteit en gezondheid. En toch te beschikken over voldoende veilige, stabiele en vlot regelbare energie zonder CO2-uitstoot. De reactorkern van dit type reactor, de mantel en het primaire circuit, dat werkt allemaal op tuinslangdruk. Zonder stoom, zodat een lek, een plotse drukverlaging of een explosie weinig waarschijnlijk zijn. Ingerente stabiliteit, dat wordt geleverd door een zeer negatieve thermische reactiviteitscoëfficiënt. Nu, thorium is overal overvloedig aanwezig. Nu, thorium, dat is zo energiedicht dat slechts 6600 ton thorium het jaarlijkse mondiale energieverbruik kan afdekken. En daarmee bedoel ik 5,3 miljard ton kool 31,1 miljard vaat plus 2,92 biljoen kubieke meter aardgas en 65.000 ton uranium. En als kers op de taart wil ik ook nog vermelden dat deze gesmolten zoutreactortechnologie ook kan aangewend worden om ons bestaand nucleair afval, dus nog voor 96% pure brandstof, te splijten. Waardoor dit peperdure afval plots zuivere brandstof wordt die held opbrengt. En tenslotte, ook interessant om te weten, is dat België geen thorium nodig heeft. België kan gewoon duizend jaar verder door het verbranden van zijn reeds bestaand nucleair afval. Ziezo, ik hoop dat jullie een eerste positieve indruk hebben gekregen over de molten salt reactor of de gesmolten zoutreactor. Toch heb ik het een en ander verzwegen om het geheel eenvoudig te houden. Ik heb dus niet gesproken over de moderator. Nu, kort uitgelegd. De neutronen die vrijkomen, we hebben dat gezien na een kernspleiting, die bezitten veel energie. Ongeveer 2 mega-elektrovolt. En we noemen dit snelle of fast neutronen. Nu, die snelle neutronen, die worden over het algemeen moeilijk opgenomen door zowel een thorium als een uranium- of een plutoniumkern. Vandaar dat we de neutronen soms modereren. Dat wil eigenlijk zeggen, sterk vertragen. En we doen dit door hen te laten botsen. Met gelijksoortige kerndeeltjes qua massa, bijvoorbeeld laten botsen met waterstofatomen die in water zitten. Of laten botsen met grafiet of beter gezegd koolstofatomen. En we stellen vast dat neutronen die enkele malen gebotst hebben, zodanig verminderen in energie dat we spreken van trage neutronen. Neutronen met nog een energie van plus-minus 0,0. 25 elektrovolt, in plaats van 2 mega-elektrovolt. En uit de ondervinding weten we dat zo'n vertraagde neutronen, trage neutronen, ook thermische neutronen genoemd, veel gemakkelijker opgenomen worden door te splijten kernen. De firma Flype Energy die werken met trage neutronen, die afgeremd worden door grafietkanalen in de reactor te bevestigen. En onze oude PWR-kerncentrales gebruiken het koelwater dat tussen de reactorstaven vloeit als moderator. Dus onze oude kerncentrales die werken met trage of thermische neutronen. En tot slot de Europese SAMOFAR-reactor werkt met snelle neutronen, dus zonder moderator. En om het nadeel op te heffen van minder splijtingen, Voorziet men gewoon plus minus 700 maal meer brandstofzoutmengsel in het reactorvat. Dit en nog veel meer kan je lezen in mijn boek Rip fossiele brandstof. Bedankt voor uw aandacht.